Als u aan orchideeën denkt, dan denkt u waarschijnlijk aan deze soort, de Phalaenopsis. Staat ook wel bekend als de vlinder of de maanorchidee. En dat is de allerbekendste orchidee die er ter wereld is. En die pronkt bij heel veel mensen in de vensterbank. Maar toch is het lang niet de enige orchidee die er is. Op de hele wereld bestaan er ongeveer 31.000 verschillende soorten orchideeën. Het is echt een gigantische plantenfamilie. En ze komen overal ter wereld voor. Behalve op de Noord- en Zuidpool, maar verder op ieder continent komen orchideeën voor. En bij orchideeën denk je al gauw aan grote bloemen, maar dat hoeft dus helemaal niet. En ook hier in de orchideehoeven hebben we ook hele kleine orchideetjes, waar de meeste mensen eigenlijk voorbij lopen. En een van die orchideeën ga ik er nu even bij halen. Hier groeit namelijk, op dit stukje kurk, groeit een prachtig mooi orchideetje met hele kleine bloemetjes. Dit is een Gomesa, een vrij onbekende orchideesoort met hele kleine bloemetjes. En als hij geen bloem heeft, dan zou je bijna denken dat het een polletje gras is. Want die bladeren zijn heel klein, heel smal. Dus van afstand is het net een graspolletje. Maar als je dan dichterbij gaat kijken, dan zie je overduidelijk dat het een orchidee is. Die bloemen zijn typisch orchideetjes. Prachtig mooi symmetrisch. En hij ruikt ook nog eens heerlijk. En ook deze orchidee heeft van die hele kleine luchtworteltjes. Ook deze orchidee hoeft dus niet in de grond te staan. Je ziet al dat we hem hier op een stukje kurk hebben vastgebonden. En ook deze orchidee haalt zijn water dus uit de lucht. Dus deze orchidee heeft ook weer een hele hoge luchtvochtigheid nodig. En zo zie je maar, orchideeën hoeven dus altijd niet hele grote bloemen te hebben om prachtig te zijn. Want ook dit orchideetje heeft fantastisch mooie bloemen. Alleen, je moet er iets beter voor zoeken.